Koevermans. Met links, Koevermans. Vrij. Met de vlakke hand. Gobbi was achterin gebleven. Mutu. Scherp. En een vrije kopkans. Gamberini. En die zijn de libero van de Italianen. Was volledig over het hoofd gezien. Een zesmans muurtje waarvan één Italiaan. Dus het is een zogenaamde Canadese muur. En Mutu is de schutter. En die hangt in de touwen. Liverani is de aangever. Het geheim zit hem in die muur. Die muur die breekt open. Omdat daar een paard van Troje in staat. Mendes. Koevermans, het begint natuurlijk. De basis is het winnen van duels. En dan niet de bal zo weggeven als Lazovici doet. En dan is Pazzini weg. En Gomez. Maar Mutu met 2-0 alsnog. En het doek is gevallen, kun je zeggen. Op de rand van buitenspel. Maar aan de goede kant daarvan stond Pazzini. En dan mag Mutu afronden. Zijn tweede treffer van de avond. Rajkovic. Koevermans voor de goal. Daar is Koevermans. Lazovic. Ah, dan kun je je waarde laten blijken. Dit zijn die momenten. Jurgensen. Donadel. Voor Gomez. Oh, die wordt in de weg gelopen door Kromkamp. Doel leeg. Komt hij er nog aan, Gomez? Nou, dit gaat vele filmpjes halen. Hé, hey, een kans, Koevermans. Ah, daar dient zich een kans aan omdat die bal van richting werd veranderd. En dan moet je hem toch grijpen. Ja, Lazovic. Zuzak, Koevermans, kiest positie. Kulina is er ook. Mankracht genoeg. En weer toch een grote kans. Jongens. Lazovic. Daar sta je nou voor. Dit is goed ingespeeld. Zuzak. Ja, die bal heeft een goede lengte voor Lazovic. En die kreeg nog een duw mee. En de bal gaat op de stip. Omdat Lazovic een duw mee kreeg. Het wonder moet ergens beginnen. Maar vanavond zal het niet gaan gebeuren.